Op de laatste dag vindt ook de première plaats van de film Gekooi de Recherche. Een documentaire van Manon Hornstra over het moedige besluit van Michiel Prinsen. Wat betekent het Eindhoven Filmfestival voor u? Nou, het is een heel belangrijk filmfestival, omdat je natuurlijk als filmmaker wil je een podium hebben. Dus je wil natuurlijk je film laten zien, want je hebt een film bedacht met een bepaalde boodschap. Dus het is jammer als er geen filmfestival is en dat sommige films dan op de plank blijven liggen. Want het is niet altijd makkelijk natuurlijk om een film te verkopen. Dus als zo'n filmfestival als deze er is, is het natuurlijk onwijs leuk. Hoe belangrijk vindt u de onafhankelijke film? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is, omdat je natuurlijk ook veel vrijheid hebt, hè? Als filmmaker. Als je een film maakt voor een omroep, dan moet je toch aan de wetten natuurlijk houden van zo'n omroep. En zo'n filmfestival, ja, kan je toch je eigen creatieve geest gebruiken. Kan je me iets vertellen over de film die je hebt gemaakt? Ja, het is een film over, het heet de Gekooi de Recherche. Dat is na het gelijknamige boek van Michiel Prinsen. Die was oud-rechercheur 10 jaar lang en die heeft ontslag genomen om een kritisch boek te schrijven. En ik heb eigenlijk de totstandkoming van het boek vastgelegd. Waarom heb je besloten om een film te maken over Michiel? Omdat ik dacht meteen, er zit een verhaal in. En dat komt eigenlijk door een aantal elementen. Die onzekerheid, van wat betekent het nou als je dat gaat doen? De liefde voor een vak hebben en toch je ontslag nemen omdat je vindt dat je je ergens tegen moet verzetten. Dat je zegt van het klopt niet en ik ga er wat aan doen. Dus dat zijn eigenlijk de elementen die heel belangrijk zijn. En daarom heb ik gedacht van dit moet gewoon op camera. En ook omdat het hebben van een kritische noot is niet altijd even makkelijk. Hè? Kritiek spuien, dat kan je doen, maar dan ook nog op zo'n podium. Dat is natuurlijk best wel heftig als je een boek schrijft. En je zet het allemaal op papier en het wordt echt tastbaar en het wordt echt concreet. Wat is de onderliggende boodschap van de film? Ik denk dat het heel belangrijk is dat als je ergens niet mee eens bent, dat je dat ook gewoon moet zeggen. En ik denk dat heel veel mensen het ook niet aan durven om in verzet te komen. En hij wel. Dus ik denk dat dat een van de boodschappen is van de film.